Yo iedereen van BeLive en welkom bij een nieuwe video op mijn kanaal. En deze wordt een bijzondere video voor jullie. Het is namelijk een YouTuber genaamd Geronimo Boysman die een leuke challenge bedacht, namelijk de Promote Challenge. En waarover had deze Promote Challenge? Die Promote Challenge had namelijk op dat wij kleine YouTubers elkaar moeten gaan promoten. Wat de regels hiervoor zijn is namelijk dit. Help me help. Regel 1, promoot het YouTube kanaal of een van de video's van degene die jou uitdaagt. Regel 2, na het voltooien van regel 1, daag je 3 andere YouTubers uit, om over jouw kanaal een promotiefilmpje te maken. Regel 3, als één YouTuber hier niet op ingaat, mag er een andere YouTuber in zijn of haar plaats worden uitgedaagd. Dit zeer belangrijke challenge is ingezet door Geronimo Boymans. We moeten elkaar helpen en we hopen op deze manier, vooral kleinere YouTubers, te helpen naar meer abonnees en succes. We moeten dit absoluut doen mensen, er zijn helaas te veel YouTubers, die te veel aan zichzelf denken, BVB dank, goed Geronimo Boymans. Help me help. En dit waren de reels dat je moet doen. Het is bij het eerste, omdat Geronimo Boysman mij uitgedaagd heeft, even een promotie naar zijn kanaal. Dit is zijn kanaal. Ga zeker zijn video's eens checken, want hij maakt zeer leuke vlogs. Hij promoot ook andere kleine YouTubers, wat zeer tof is van hem. Dus ga zeker zijn kanaal eens gaan bekijken. De linkje vind je hieronder in de beschrijving. En de volgende 3 kanalen die ik nomineer in deze challenge is namelijk het eerste kanaal is Kendricks.be. Waarom Kendricks.be? Het is ook een Belgische YouTuber. Zijn video edits zijn echt on point, zijn video's zijn echt machtig om te gaan bekijken. Hij heeft echt zieke edit skills, dus ga zeker zijn video's eens gaan bekijken van Kendricks.be. Het volgende kanaal dat ik wil promoten is namelijk Amber, of beter gekend als MC Tinti Data. Zij maakt video's over wielrennen en af en toe ook eens een Urbex video. Ga zeker haar kanaal eens ook gaan bekijken, want zij maakt zeer leuke video's. Zij ook, zou ik op de hoogte over het wielrennen. Om eerlijk te zijn is even een tijdje geleden dat zij iets upload heeft. Maar ze komt zeker terug op YouTube. Want dit heb ik van haar gehoord. Dus zeker haar kanaal eens gaan checken. En het volgende kanaal is ook een Belgische YouTuber. Ja, er zijn 3 Belgische YouTubers hierin. Want ik vind dat Belgische YouTubers elkaar ook moeten gaan hangen. En dat is namelijk Jessica. Jessica is ook een jonge gast. Die zeer leuke video's maakt. Hij maakt ook vlogsvideo's. En ook vooral ook wat praatvideo's, dit soort video's maakt hij. Zijn video's zijn ook echt goed geëdit ook. Hij maakt ze zeer tof. Dus ga ook zeker even zijn kanaal gaan checken. Alle linkjes van de kanalen vind je hieronder in de beschrijving. En vond je dit een leuke video? Geef me dan zeker al dat duimpje omhoog. Vergeet niet om te gaan abonneren op mijn kanaal hier beneden. Vergeet ook even niet het belletje naast de abonneerknop aan te klikken. Zodat je telkens een melding krijgt wanneer ik een video upload. En vergeet ook vooral even niet de linkjes van alle 4 de kanalen hier onder de beschrijving aan te klikken en deze kanalen gaan bekijken. En natuurlijk ook vergeet niet om te gaan abonneren op die kanalen en hun belletje aan te klikken. Laat ook even een reactie na bij deze kanalen, zodat ze weten dat jullie die kanalen bezocht hebben. En ik zou zeggen, ik zie je terug in een volgende video.